Arnhem. Dat denkt Frankie Dury. De trainer van het jaar heeft drukke weken achter de rug. Hij moest zijn jonge garde samenhouden en ze klaarstomen voor het seizoen van de bevestiging. Ook stunten in de Champions League moet kunnen, zegt Dury in een opvallend open gesprek. Frankie. Hallo Tom. Goedemiddag. Goedemiddag. Alles oké? Okay? Ja, schitterend. Frankie Dury, zijn jullie klaar voor het nieuwe voetbalseizoen? Ja, in principe wel. We hebben een hele goede voorbereiding achter de rug. Wat dan voor mij zeer, zeer belangrijk is, dat we een stukje die uitstraling houden. We moeten dit vertrouwen moeten we toch meenemen. We hebben daar niet anderhalf jaar voor gewerkt om nu plotseling te gaan zeggen, ja, we zijn alles kwijt. Het is een heel turbulente periode geweest, hè, voor jou en voor heel Waregem en de supporters en iedereen eigenlijk na die affaire De Kuiper, noem ze zomaar. Wat verwijt jij hem? Communicatie. Communicatie. Dit heeft iedereen op de club geraakt. En voel jij nu dat alles vergeven en vergeten is, ook bij de supporters? Ik heb vanochtend een verstandige man horen praten, de baas van de Katoen-natie. En hij zei, waar het vertrouwen geschonden is, is het moeilijk om het te herstellen. Dus ik denk dat iedereen dat moet beseffen. Allee, bedoel, we gaan er alles aan doen. En ik wil er ook heel eerlijk in zijn. Maar dit is niet gemakkelijk. En Mian Teunis, ex-bondscoach, zei je, als Sulte Waregem zesde kan worden, hebben ze super gewerkt. Ik begrijp die uitspraak. Je mag niet vergeten, ik had verleden jaar, om maar iets te zeggen, De Laplace en Malanda. Ik vond dat het beste middenveldduo van België. Echt waar, echt waar. Malanda heeft kracht, heeft duelkracht. En Joe had zoveel aanjagerskwaliteit en grote actieradius. Ja, die twee spelers zijn er vandaag niet bij. Waar zit Malanda nu? Waar is het? Ik lees heel veel in de media. Je dat hij. Dat, nee, het is een ongelooflijk aimable jongen. Maar dan heeft het te maken met de entourage, dus ja, Frankie. Ja. Wat, leg eens uit wat daar dan zo speciaal aan is. Willen de mensen dan gewoon geld pakken? Of, misschien heeft de club wel een fout gemaakt. Door niet te anticiperen een stuk op zijn salaris. Toen er in januari plotseling werd gesproken over hoge bedragen. Ik denk als junior zijn hart zou kunnen laten spreken dat hij toch wel heel graag zou voetballen bij Thorgan Hazard, Brian Verboom en andere spelers op zou te waren. Dat denk ik persoonlijk. Ja. Ja. En gaat hij zijn hart laten spreken? Of mogen laten spreken? I hope. Je hebt Hazard kunnen houden. Hoe heb je dat gedaan? Want ja, Genk en Anderlecht lagen op de loer. Ja. Misschien was mijn Frans beter of dat van de bron of van de been. Nee, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb in ieder geval zo off the record, zo altijd niet veel gepraat in de media erover. Thorgan zit in volle ontwikkeling. En misschien is het beter dat hij nu nog dit jaar probeert veel te spelen, à la De Bruyne. En dan in die selectie geraakt van de bondscoach. Door vele spelen zal hij in de picture komen, want hij is een geweldige voetballer. Het is een jongen waarvan we vorig jaar de focus gezet hebben. Je bent vandaag nog de broer van Eden, maar op het einde van het seizoen wil ik hem dat je Thorgan Hazard wel heeft gewerkt. Iedere dag heeft hij gewerkt aan die identiteit. Ik vind dat fantastisch. Leijen Berrieu is daarmee. Kunnen die terug samen door de deur of is dat nog altijd moeilijk? Geloof het of niet. Maar ik had vanmiddag een gesprek met Frank Berrieu. Een zeer diep gesprek. Hij heeft mij letterlijk gezegd, coach, als de club mij een goed voorstel doet, wil ik hier nog 5 jaar blijven. Dus als je dit uit de mond krijgt van toch een van je smaakmakers en Thorgan Hazard is terug en in Bayeleien draait en noem maar op, ja, dan zit je als coach niet slecht, laat het mij zo zeggen. Ja, want het zal nodig zijn ook. Hè. PSV komt eraan, geweldige affiche. Ja. Ik ben blij dat PSV is. Ik bedoel, je hebt in de Champions League heb je sowieso de toppers. Dus het is een compliment voor ons dat we er tegen spelen. Zijn ze te pakken? Als we zelf top of goed zijn, dan denk ik dat we competitief kunnen zijn. Ja. Je kan ze pakken. We hebben verleden jaar getoond dat iedereen te pakken is. Als je zelf een goed ploeg hebt en je gelooft daarin en je gaat niet meer met schrik gaan voetballen. Je straalt die attitude uit. Ja. Ja, je mag het zeggen, hè. Want dat was vaak ook eens, vaak durven we het niet zeggen dat ze te pakken zijn. Dat is ook nog iets waar vaak gezegd, Frank Udrie durft niet zeggen, we willen kampioen spelen, we gaan winnen tegen PSV, we gaan naar de Champions League. Hè? Ja, maar een grote back-up zetten, dat vind ik dan ook weer niet goed. Je kan een grote back-up zetten en als je 5-0 onderuit gaat. Kijk, verleden jaar hebben wij ook dikwijls dat verwijt gekregen. Maar ik was verrast dat wij dat verwijt kregen van mensen die bijvoorbeeld nog nooit, ik zeg maar iets, nog nooit naar een training gekomen waren. Hoe ga je ginder spelen? Eerlijk, ik ga eerst
Lierse... Ja, eerst Lierse nog. De match voorbereiden. Verraderlijk? Ja, je moet opletten. Je moet op je hoede zijn. Maar misschien is het een beetje afhankelijk van het gevoel dat we hebben na Lierse. Het gevoel dat we kunnen hebben als we naar PSV gaan. Perfect. Halen jullie de Champions League? Ja. Succes, dank je wel. Dank je wel. SCV ook stunten in Europa. PSV Zulte Waregem, dinsdag live op 2B om 5 over half 9.